Ik kom verlichting brengen omdat zoveel mensen geen verlichting hebben op een fiets. Dit is Bob ter Haak. Hij ergert zich aan fietsers zonder licht en daarom ging hij zaterdagavond de straat op. Verkleed als oud-voetballer Ruud Gullit en gewapend met lampjes die hij van de gemeente kreeg, sprak hij fietsers zonder licht aan. Die kregen dan een gratis lampje voor op de fiets. Stop. Lampje. Ik kon verlichting brengen omdat zoveel mensen geen verlichting hebben op een fiets. Ik denk, nou, daar moet toch iets aan gedaan worden, mensen. Stop. Ik heb een lampje voor je. Oh, wat? Ja, alsjeblieft, gratis lampje. Deze mag je even monteren? Ja. Oh, je hebt achter wel een lampje. Maar ja, achter heb ik er wel eentje gelukkig. Ja. Ik kwam er net vandaag achter dat die voor ook niet werkte. Ah. Kijk, deze hier. Hoe vind je dat je dat krijgt? Ja, ik vind het hartstikke top eigenlijk, want ik was meteen van thuis, ja, heb ik thuis nog wel eentje liggen, maar nee, perfect. Ik probeer verlichting te komen brengen, want is het niet mooi als je iets kunt geven aan een ander kunt helpen, zonder iets voor terug te verwachten. Verlicht jezelf, verlicht anderen. En als vandaar dat ik hier de straat op ben, wie weet kunnen we elkaar inspireren om meer verlichting te kunnen brengen. Stop. Lampje. Kom hier. Yes. I need to go. Yes. You do this on your steer. Yes. But no, wait. No light. Yeah. I've got light for you. It was broke today. Back. The back, it's okay. No, almost. Yes, there you go. Thank All you. Right. Dank je wel. Heel,